Oké, het is niet verdiend, jongens, maar omdat ik toch aardig ben. Haha, ja, ik ben heel aardig voor jullie. Ik gun het jullie, jongens. Ik zeg, spring nog even één keer voor boord. Oké, twee keer. En, oké, jullie hebben het niet gehaald, maar ik vind het toch lullig om 2 dagen achter elkaar niet toch die extra te doen. Ik vind het hartstikke sneu voor jullie als ik het niet doe. Ik vind dat jullie hartstikke je best doen. Laat het een les zijn voor de volgende keer dat jullie wel de 500 likes halen. Want ik weet dat jullie het kunnen. Ik weet dat het kan. En dat het haalbaar is. Dus kom op, jongens. Voor de volgende keer gewoon die 500 likes. Dit keer mazzel ik jullie. En ik denk dat we bij de brug meteen een stadje gaan bouwen. How about that? Dat is de grens. Daarachter ligt de grens tegen je NAVA aan. En dat we hier een haven beginnen te bouwen. Hier zo. Zo'n mooie haven zo. Want ja, dat is een hele mooie ronde. En dan kan ik hier omheen kan ik een heel vet dorp gaan bouwen. Dat leek me wel een vet idee als ik heel eerlijk ben. Zoals je kunt zien ben ik al onder de grond geweest. Heb ik wat shit opgehaald. Of althans wat spullen. Al graven. Up. Goed zo. Groei boompje, groei. Dus oh, ik heb wel een. Hey, nice. Ik dacht dat ik hem niet had. Vind je met geluk, vind je met ongeluk, vind je een ex. Nee, maar ik vind dat jullie het wel verdienen. Jullie doen verdorie, wou ik zeggen, potverdorie. Hé, potverdorie, qua jongen. Nee, jullie doen hartstikke jullie best. Dus ik vind dat jullie gewoon een applausje voor jullie al. Want jullie hebben weer de 400 likes. Gisteren kwamen jullie net 24 tekort. Echt net 24. Dus ik vind dat jullie hem dit keer wel hebben verdiend. Dus vandaar dat ik nog even een extra doe. Ik kan niet beloven hoe lang die duurt, maar ik ga deze aflevering gewoon bomen hakken. Ik ga gewoon met jullie dingen bespreken. En dat, ja, dat vind ik wel een strak plan. Heel veel hebben de minimap vast al gezien. Dus ik ga nu gewoon boompjes hakken. En nou ja, zoals jullie weten is dit ons zandgebied van Boor. Wow. En hey, Enderman. Oh, laat ik eens wat eten. Dan ga ik hem killen. Maar zoals jullie zien gaan we daar naar ons, als we hier deze brug aflopen, gaan we naar ons gebergte. En ja, sorry voor het kwaliteit. Ik dacht ik doe het in X-Split, want ik wou het nog snel voor jullie doen. Want ik dacht ik ben gewoon aardig, ik geef jullie gewoon een extra aflevering. Dus alsjeblieft, ga niet haten. Oké, ik kijk niet naar je, Enderman. Ik kijk niet naar je. Oké, doei. En wat wil ik nou zeggen? Ja, zoals je kunt zien lopen we hier ons zandgebied in. En ik dacht, we gaan gewoon hier een mooi dorp bouwen met jullie. Gewoon hier zo een leuk dorpje. Daar hebben we de gebergte. En dan hebben we hier een heel mooi cirkeltje voor een haven. Wat vinden jullie daarvan? Laat in de reacties weten. Daarom ga ik ook deze aflevering hout hakken. Laat in de reacties weten wat jullie vinden. En ik ben graag gewoon met jullie hulp gaan we gewoon de kingdom nog vetter maken. Dus mocht je niet, helaas niet geïnvite zijn of nog niet geïnvite worden of gaat het niet lukken, wat ik weet, volgens mij gaan er nog invites weg. Ik durf het niet 100% zeker te weten, want ik werk ook voor Ronald. Maar laat ik het zo zeggen, mocht jij er niet in komen op de een of andere manier, wat ik wel jammer zou vinden, want ik gun iedereen, die iedereen mag van mij meedoen, ik gun het iedereen. En daarom wil ik wel met jullie gewoon dit dorpje samen gaan bouwen. En wie weet gaan we nog verder dorpjes bouwen. Misschien gaan we in Boor zelf nog een dorpje bouwen in de buurt. Dus ik ben in ieder geval wel jullie ideeën nodig. Of althans jullie ideeën ben ik nodig. Nee, ik zou het leuk vinden als jullie met ideeën komen. Laat ik het zo zeggen. En oh, wat hoor ik de hele tijd om me heen? Oké, maar mochten jullie leuke ideeën hebben, laat het dan gewoon echt weten in de reacties. Ik ga gewoon jullie kapot slaan met een bordel. Nee, maar gewoon vertel het alsjeblieft. Voor de Call of Duty kijkers, voor morgen heb ik wat vet staan. Het is heel lang geleden dat ik Call of Duty heb geüpload. Maar dat valt wel mee. Maar ik heb voor jullie morgen iets heel leuks. En dat wil ik ook speciaal voor jullie doen. Maar dus laat gewoon weten wat jullie willen zien. Ik wil denk ik beginnen met een haven hier. Oh, in deze mooie cirkel hier zo. Een hele mooie haven. En dan gaan we een grot maken en weet ik veel wat allemaal. Ik ga het gewoon met jullie doen, lijkt mij. En ik denk dat dit wel een hele mooie plek is. Want kijk, dit is gewoon al helemaal een mooie ronding. Dus dit kan al een vette haven worden dat ik dit een beetje dichtbouw of zo met muur. Nou, ik heb wel ideeën, maar ik ga het gewoon aan jullie overlaten. De titel wordt ook iets bouwen met mijn kijkers of zo. Ik weet niet. Ik laat het aan jullie over. Ik ben jullie ideeën nodig. En kijk hoe mooi die maan is. Wauw, die man die is geweldig. Hey, maar dit lijkt me wel leuk om met jullie te doen. Strak plan lijkt me. Ik ga gewoon nog wat hout hakken. Ik ga even een chest zo neerzetten. En dan gaan we alvast, ga ik alvast wat hout verzamelen. En wat zand verzamelen. En
van alles ga ik verzamelen. Dus ik ga gewoon jullie hulp nodig zijn, want we gaan natuurlijk in zandstijl bouwen, want dat is wel het vetst, want we zijn in de desert en bla bla. Maar we zijn hout nodig voor tools. En ik plant de laatste boompjes. Zo. Ik maak deze even wat groter. Ik maak deze even wat groter. Die mag wat groter. En die... Hop. Oké, even kijken. Hoe kom ik hier naar boven? We gaan even snel naar boven hakken. Tik, 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 tik. Hey, ga aan de kant. Ik zeg toch aan de kant, blokkie. Hop. Waar is het hout? Oké, 1, 2, tik, 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 tik. Oh nee, waarom gaat het nu regenen? Nee, de maan gaat ook weg. Ik wou net zeggen. En dan vanuit de maan. Wou ik zo gaan doen, zo. Even kijken, hier zo. Wou ik zo gaan doen, zo. Namens de maan en mij gaat het licht uit in de woestijn. En is het donker. Nee, maar ik zeg tegen jullie tot de volgende keer. Ik zeg, laat je idee achter in de reactie. Ik ga met jullie ideeën doen en de beste ideeën die winnen gewoon. En, of althans, de beste ideeën winnen gewoon. Alle ideeën zijn welkom en dat ga ik met jullie doen. Dus laat een reactie achter met wat jullie willen zien. Ik zeg tegen jullie tot de volgende keer. En later, gasten.